Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, ik weet het, het is nu niet echt goed zichtbaar. Maar we hebben hier weer hard aan gewerkt vandaag. Jazeker. Ja, even kijken, ik kan het ook wel zo, maar jullie kunnen het niet heel erg goed zien nu. Maar goed, het moet maar even zo, want ik ga zo ook weer terug naar huis. Dus, vandaag hebben wij weer aan het voorstuk gewerkt daar. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Even kijken hoor. Aan het voorstuk, even kijken. Of je het goed kunt zien. Hier hebben we vandaag weer aan gewerkt. Nou, ik loop even een stukje deze kant op. Het is nu wat later. Dit stuk steekt nog uit. Nou, vlindertje voor de camera. Kijk. Zo. Hier langs. Nou. Boven. Moet allemaal nog gedaan worden. Nou. Ook nog stukken af. Dat doen we deze week ook. En donderdag ben ik hier weer. Dus dan ben ik hier sowieso weer gewoon overdag. Dan kun je het wat beter zien. Nou is het 22:23. Het is nu wat later in de avond. Zo ja. Kijk eens even. Ik ben hier nog even een filmpje maken. Alle mensen die gingen net weg. En ik ga ook zo die kant op. Dit moet onze korsenwagen voorstellen dan. Maandag gaat, dan denken we dat de plastic eromheen gaat. En dan, ja, dan komen we alweer een stuk vooruit. Als de plastic erom gaat, dan kunnen we de dahlia's deze week er ook om de 30 tot en met 31 augustus. En hier, ja, nou, je kunt het niet echt heel goed zien, maar ik probeer het natuurlijk wel voor jullie gewoon goed vast te leggen. En ik hoop dat jullie dit weer een superleuke vlog vinden. Even kijken. Hier heb ik vandaag ook aangewerkt. En gelast. En er waren een paar jongens die hebben mij hiermee geholpen. Dus even kijken. Zo, hieromheen. Nou, dit is de voorkant dan. Ik hoop dat jullie dit superleuk vinden. En dan, oh, en dan daar het dahlia veld, maar dat zien jullie nu niet, want het is laat. Maar goed, ik ga nu naar huis en ik check jullie de volgende keer weer. Dikke, vette, peace, laters.